dat jullie weer kijken. Dit keer vissen we vanaf het schitterende Domein de Bouxier, zoals jullie achter mij kunnen zien liggen. We zijn gisteren aangekomen, hebben de boel opgebouwd. Kenny is al bezig met het verkennen van het water. Bianca is al druk bezig om te kijken waar we zullen gaan vissen hier. Het is een schitterend water, midden in de natuur, veel rust en ruimte. Groot, 7 stekken zitten erop. Het water is 21 hectare, dus ruimte genoeg voor alle vissers. En we hopen dat we hier prachtige vissen mogen gaan vangen die we jullie kunnen laten zien. Iedere gestek heeft overigens een mooie cabin erop staan. Die zullen we jullie ook zeker nog uitgebreid laten zien in deze video. En we wensen jullie heel veel kijkplezier. Kenny, helemaal top jongen. De eerste vis van 2022 voor jou. Grote klasse. Dankjewel, dankjewel. Vertel eens, hoe heb je deze bak van een karper weten te strikken? We hadden al een aantal vissen zien springen, maar nog geen aanbijt gehad op de grond. En dan zijn we eens gaan proberen met de zichtrigen. En een paar uur later was het prijs. Super. Dus hopen dat we nog een kunnen met strikken met onze zich. En details van de zichtrig, qua haak, qua aas, qua lengte? Ja, de diepte is daar ongeveer van een 3,70 meter. En ik heb mijn zicht gepresenteerd op 3 meter. Met een, gele hit en run van Dynamite op. Met een V-curve van Cow Spirit. Super. Dus dat heeft wat kunnen doen. Nou, we gaan hem gewoon wegen en op naar meer. Jawel. Super man, goed gedaan. Nou, wat weegt die? Ja, 24,59, maar zonder met de weegzak bij. Dus ik schat nog 1,5 kilo eraf. Woehoe, het is wel. Klasse, wat een bak. En dat de eerste vis van het jaar. En dan gelijk rond de 24 kilo. We gaan het snel bekijken. Master, jongen. Wat een bak, hé. Gefeliciteerd. Dankjewel. Zo, kijk eens eventjes. We zijn net bezig om de hengels weer op orde te krijgen. En wie staat daar te drillen? Ja, yeah, Lucky Baster. Zo, het lijkt net alsof de karper meer en meer loskomt nu. Op de maandag. Ook de karper houdt van mooi weer.
De voerstekken beginnen te werken. Bij de zonsondergang. Goed bezig. Superleuk. Visio. Superleuk. Ja, toch? Heel erg. Waar zijn de visjes? Waar is visje dan, Bo? In de pakken. Supermooi. En weer een spiegel zo te zien. Yes. Heel gaaf. Blij mee. Heel erg. Keurig. En zoals je ziet, ze zitten best vast. De vissen hebben hier harde bekken. Kilo, 14,8. Netjes. Weegsling is eraf, hè? Ja. Ja. Super. Kijk eens, geweldig. Het is gewoon Lucky Monday hier. Zo blij mee. Het was mijn beurt om te drillen. En ja, het was een fantastische drill. Schitterend. Begon heel rustig. Maar aan het eind trok deze dame ook schitterend door de slip. En ja, we hebben deze gevangen op de complex die met een hit en run, zodat het een mooi snowman presentatie werd. Ook deze kant is prachtig. Het heeft gewoon honderden kleine schubjes. Mooi, hè? Hè? Puur goud. Supermooi dit. Ja, dit soort releases kan je toch alleen maar van genieten. Je ziet gewoon, de vis is z'n lang, wij zijn z'n lang. Wat wil je nog meer? Vive la France. Heerlijk.
Run in de morgen is een dag zonder zorgen. Die vis die trekt gewoon helemaal naar rechts over het water. Hoe ver lig je ongeveer? Hoe ver we in liggen? Ja? Ik denk een meter of 120 zo'n beetje. Ik heb niet echt de afstand gemeten. Maar op 3,70 meter diepte. En deze hangt nu aan een zig. Dus een zig onderlijn van 3 meter. Die zullen we in deze video al hebben laten zien of nog laten zien. Want dat is blijkbaar een goede tip voor hier. Want inmiddels hebben we al een karper van bijna 24 kilo, dacht ik. Een meerval. En nu deze. Dus top!
maar liefst 12, 12,2 kilo. Dus. Super sterke vis met een keiharde bek trouwens. Eerste vis vanaf Domaine de Bouxier voor deze sessie. En wat een vechtjas was dit. Geen zware vis. Maar wel heel massief, sterk. En wat ik net ook al zei, hele harde bek. Dus het advies is wel om hier met wijde haken te vissen die vlijmscherp zijn. En wat grotere haken verdienen dan ook de aanbeveling. Want er gebeuren geregeld lossers omdat de haken te klein zijn of niet scherp. En dat is natuurlijk jammer. Aan de andere kant van deze kanjer. We vangen weer op een gele hit en run. Op een zicht van 3 meter, dus ongeveer 70 centimeter onder de wateroppervlakte. En dan gaat ze weer terug. Knappert. Rustig op adem laten komen. Hij komt alweer op krachten. Lucht, regen en behoorlijk wat wind, maar Kenny heeft een kromme hengel. Ja. Klinkt als best wat, Kenny.
spannend. En dat komt omdat je door die andere lijn zat, hè? Misschien hebben we een beetje aan het gaan krijgen. Het weer is hier volledig omgeslagen op de Domaine Bouchier. Kwamen we hier aan, zaten we nog in de korte broek, t-shirt, heerlijk te barbecuen. Nu is het echt heel koud en harde wind, flinke regenbui gehad. En we hoorden vanochtend dat het in Nederland zelfs sneeuwt en er gewoon een laagje sneeuw ligt. En het is geen 1 april grap, alhoewel het bijna 1 april is. We hebben de vissen voornamelijk op zigrigs gevangen, zoals jullie hebben kunnen zien de afgelopen dagen. Ongeveer een meter onder het wateroppervlakte deed het beste. Maar dat kwam natuurlijk omdat de zon het water goed opwarmde. Op bodemaas hebben we deze week helaas minder geluk. We hebben wel alles uit de kast gehaald om de vis toch naar de bodem toe te kunnen trekken. Ondanks de hoge temperaturen, maar niet gelukt. Misschien dat deze weersverandering er toch voor gaat zorgen dat de vis op de bodem gaat azen. En dat we nog wat mooie vissen mogen vangen. Kan zijn dat we zelfs een sneeuwfoto kunnen maken morgen. Want ook hier wordt sneeuw voorspeld. Dus weerbericht zit er niet altijd, is niet altijd juist, maar... misschien nu wel, dus we gaan het weer meemaken. Blijf kijken voor het vervolg van deze vlogvideo vanaf Domaine de Bouchier. Zonder jou, dat is wel weer duidelijk, hè? Ja. Redde de Engel, was je eerst met de boot hier naartoe gevaren? Want ik heb het gemist. Ik ben erin gewandeld, maar ik ook niet wist dat we de lijnen allemaal lagen. Dan zijn we maar te voet door hier met de boot gekomen en dan ben ik hieruit vertrokken. Ik ben er rustig aan het zoeken.
super. Wat geweldig gaaf dat de vis binnen is, jongens. Echt. Cornelius. Yes. Wie vindt ze dich? Mega. Erzähl mal. Ich bin total glücklich. Die ganze Woche gar nichts. Keine einzige Aktion. Wir haben alles probiert, alle Farben, alle Köder. Und im Endeffekt die Maiskette, die hat's gebracht. Und nach gestern war es ganz glücklich, ne? Ja, ja. Gestern noch einen verloren. Und ja, heute endlich der Erfolg. Mega. Und Alex, jetzt bist du noch dran, hoffe ich, ne? Ich hoffe, ja. Ja. Einer wäre schön. Ja. Mal gucken, was es auf die Waage gibt. Boah, ich kann den hier gar nicht heben, ey. Ja, Höhe, come on. 1, 2, 3, 4. Und was ist drauf? Ganz, ganz, ganz geile Fisch. Mega happy. Urlaub gerettet. Ein Küsschen. Oh, traumhaft. Schön. So gewünscht. Gut gekommen. Het weer wordt slechter en slechter hier op Domaine de Bouxier. Kijk toch eens eventjes. En het is geen 1 april grap. Want het sneeuwt gewoon. Jullie hebben net waarschijnlijk de vangst gezien bij de buren van de rond de 24 kilo spiegelkarper. Wij hadden net een steur vlak voor deze gigantische sneeuwbui. En ja, het heeft toch wel iets hoor. Binnen 1 week tijd 20 graden temperatuurverschil. We zaten hier begin van de week met een korte broek, t-shirtje, zonnebrandcrème, 20 graden. En nu is het, nou ja, onder het vriespunt, want het sneeuwt. En aan alles komt een einde. Ook aan onze sessie op Domaine de Bouxier. Wat hebben we veel beleefd deze visvakantie. Het was weer fantastisch. We kwamen aan, supermooi weer. We hebben genoten. Er was in één keer een weersomslag. Dus het is nog steeds ijzig koud. En ja, zelfs een klein beetje jachtsneeuw. Maar wat een gave sessie hebben we gedraaid. Mooie vissen gevangen. Onze buren Cornelius en Alex hebben ook een gave vis gevangen. Die hebben jullie ook in beeld gezien. Ja, Domaine de Bouxier, wat ons betreft, absoluut een aanrader. Het is een water waar schitterende vis vangt. Prima faciliteiten heeft. Die cabin die op iedere stek staat. Ja, dat is toch zeker met wat barre weersomstandigheden helemaal geweldig. Maar ik denk ook dat als het hartje zomer is, dat je blij bent dat je de cabin op je stek hebt staan. Wij hebben genoten. De boel is inmiddels ingepakt en we hopen dat jullie veel plezier hebben beleefd aan het kijken van deze video. Mocht je vragen hebben of commentaar, plaats ze alsjeblieft, dan reageren we daarop. En ja, we hopen je gauw weer te zien. Tot de volgende. Au revoir!